Het Gouden Kalf voor beste lange documentaire 2022 gaat naar... Shabu! Shabu! Shamira Rafaela! Shamira Rafaela! Shabu wordt gek! Shamira, kom erbij! Gefeliciteerd! Dank jullie wel. Dit is Shabu, jongens. En Shabu leert ons dat we allemaal de superster mogen zijn van ons eigen leven. Shabu was de zon van deze film. Ik ben super, super, super trots op je, schat. Echt, dit kalf is sowieso voor jou. Ja. Wow. We hebben niet lang. Nee, ik zie die tijd daar. Ja. Ik ga snel praten. Ik heb toch niet veel over te zeggen. Allemaal mensen die achter me stonden, ik hou van jullie allemaal. Voor de mensen die hebben genomineerd op me, echt, ik hou van jullie allemaal. En ook de dank aan mijn oma's, ze kijkt mee, want ze is in Parijs. Maar, en ja, de man daar ook, mijn vader, sowieso. Nee, ik heb niks meer te zeggen, man. Ja. Als filmmakers zijn wij verantwoordelijk voor het beeldarchief van de toekomst. En het is aan ons om te zorgen dat het narratief dat de volgende generatie tot zich zou nemen een volledig omsluitend kaleidoscopisch perspectief is van wie wij zijn als samenleving. Dit is waarom ik besloot om de film Shabu te maken. Want ik wilde breken met de documentaire traditie waarin wij, mensen die het goed af hebben, kijken naar de pijn van anderen. Waarin we als een soort moderne gladiatoren hoofdpersonen laten worstelen met het leven. Dit is wat ik niet wilde met Shabu. Ik wilde een film maken vol liefde, vol vrolijkheid, vol zonnigheid. En het feit dat jullie als industrie voor deze gekozen hebben om deze film te eren met de Gouden Kalf, doet me heel erg veel goed en maakt me blij dat ik onderdeel uitmaak van deze industrie. Mij ook, hoor! Gefeliciteerd! Shabu maakt ook onderdeel is onze industrie. Ik wil ook nog even heel snel producent Tangerine Tree. Nienke, dankjewel dat je altijd achter me hebt gestaan. Willem Baptist, dankjewel. Cameramensen, Jeffrey Brothuizen. Rogier! Jij ook daar, ik ben je naam even vergeten. Maar... Nee, Jurgen Lisse, Greg de Loesa, Erik Leek voor het geluid, Diego van Uben, Regard Ibrahim voor de sound design, Liekle Tuinstra, David Verdurnen voor de prachtige montage. Ik ben nog een heleboel mensen vergeten, maar we moeten gaan. Onze tijd is op, Shabu. Ja, man. Ik hou van jullie allemaal! Dankjewel. Beste lange documentaire, Shabu! Sandra, dankjewel!